Na 2 jaar van afwezigheid in verband met corona was er weer een Pinksterkermis op de Waalkade in Tiel. Vanaf 2 juni stonden de attracties klaar voor het publiek. En met name de jeugd wist de weg goed te vinden. Kermisexploitanten spraken van een goede opkomst en waren blij weer te kunnen draaien. Het vuurwerk op zaterdag werd flink bezocht. Er was sprake van het feit dat de najaarskermis zou verdwijnen in verband met te weinig bezoekers en te hoge lasten voor de exploitanten. Maar daar vinden nu toch gesprekken over plaats. Vorig jaar ging deze kermis op het laatste nippertje toch door, dankzij de inzet van een raadswerkgroep die het zonde vond dat dit evenement zou verdwijnen uit Tiel.